heeft al heel lang een voorkeur voor politiek. Is dat altijd de PVV geweest of bent u in de loop van de jaren een keer geswitcht van partij? Nou kijk, de PVV bestaat natuurlijk niet zo lang als ik al besta. Dus het is natuurlijk wel logisch natuurlijk dat je eerst een andere politieke voorkeur had. Wij komen van oorsprong uit de VVD-nest. En ik ben toen in de tijd geswitcht omdat ik de VVD, vooral op het gebied van islam, hadden ze geen sterke statements. En toen kwam natuurlijk de PVV, die was daar veel sterker in. Dan is het ook zo van dat je ziet dus ook dat de VVD, die is toch wel enigszins wars van de gewone burger. Die gaat hoofdzakelijk voor het bedrijfsleven. En de PVV die gaat toch gewoon veel meer voor de gewone burger. Oké, dus dat maakte voor u de PVV aantrekkelijk. En u bent al die tijd geloof ik fractievoorzitter geweest in de Staten, maar u bent ook fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Dus deze verkiezingen van 20 maart, die zijn voor u eigenlijk dubbel belangrijk. Ja, ze zijn niet alleen voor mij belangrijk, maar ze zijn natuurlijk ook voor de kiezers belangrijk. Mm-hmm. Want de kiezers zijn het zat. Hè? Want we worden continu door dit kabinet worden we in feite in de maling genomen. Elke keer zeggen ze van de mensen krijgen er wat bij, dat gaat beter. Nou, we zien dat de economie die groeit. He, die is de afgelopen jaren met 15% gegroeid. Maar de gewone mensen die krijgen er maar 2% bij. Kijk, en dat kan dus gewoon niet. Dus het is niet alleen voor mij natuurlijk belangrijk. Maar natuurlijk in eerste instantie is het voor de kiezer. Want daar doe je het natuurlijk voor. En kijk, en 20 maart is natuurlijk onze kans om Rutte en zijn kabinet naar huis te sturen. Want dat is natuurlijk met de provinciale staten. Die is in feite dubbel belangrijk. Omdat je dus de Eerste Kamer kan kiezen daardoor. Indirect stemmen de mensen dus op de Eerste Kamer. En op het moment dat dit kabinet de meerderheid verliest in de Eerste Kamer, ja, dan worden ze in feite vleugellammen en dan kunnen ze gewoon naar huis gaan. Dat begrijp ik. Maar daarmee is tegelijkertijd het belang van de verkiezingen voor de provincie zelf, komt ook bij u in uw antwoord op de tweede plaats, want u heeft het voornamelijk over de landelijke verkiezingen en over de landelijke politiek. Nou, dat komt niet op de tweede plaats, want als u ook ons heeft gevolgd, 8 jaar dat we in de staat hebben gezeten, dan hebben we ons altijd keihard ingezet voor onze kiezers. Want we gaan vooral voor lastenverlichting, want wij vinden dat mensen veel te hoge last hebben. Ze krijgen er veel te weinig bij. En iedereen die weet dat de provincie heeft gewoon 4 miljard op de plank liggen. Mm-hmm. Maar ze blijven maar bijvoorbeeld de opcenten op de wegenbelasting heffen, terwijl we dat in feite gewoon helemaal niet nodig hebben. En want belasting hef je om je begroting rond te krijgen. Maar we hebben gewoon 4 miljard op de plank. We hebben altijd ervoor gestreefd om die opcent, die belasting, gewoon te verlagen. En eigenlijk zeggen wij van ja, we kunnen hem eigenlijk gewoon de komende vier jaar wel gewoon afschaffen. Want we hebben gewoon dat geld. We hoeven helemaal niet dat geld te gaan innen. Dat zou uw eerste daad zijn als u het voor het zeggen zou hebben, zeg maar, in de provincie? Nou, dan begin ik dus met die provinciale opcenten af te schaffen. En dat gaat de huishoudens gaat het 100 tot 200 euro per jaar opleveren aan extra koopkracht. U kiest er nog wel eens voor, uw partij kiest er nog wel eens voor om iets stevig neer te zetten. Zo zei u onder andere voor de benoeming van de nieuwe commissaris van de koningin in Gelderland. Van nou, dat zal wel een of andere uitgerangeerde coalitiegenoot uit Den Haag worden. Dat bleek uiteindelijk de burgemeester van Apeldoorn. Dus dat valt in dit geval mee? Dat is maar natuurlijk hoe je het bekijkt. Want het is natuurlijk wel een baantjescarousel. En je moet wel in het baantjescarousel zitten om voor zo'n functie in aanmerking te komen. Want als je ook kijkt naar het verleden van onze commissaris, dan zie je dus ook, hij heeft bijvoorbeeld onderdak gegeven aan de moordenaar van Pim Fortuyn. Mm-hmm. Ik bedoel, dat zijn wel hele gevoelige zaken. En ik kan u wel vertellen, dat is wel een onderhandeling geweest. Mm-hmm. Dat is echt niet zo dat hij ineens 's morgens wakker werd van, ik dacht van, nou, ik ga eens Volkert van de G onderdak geven. Daarnaast heeft natuurlijk ook Apeldoorn opgezadeld met een mega-AZC. Kijk, en dat is natuurlijk typisch het beleid van de overheid om met die open grenzen. Mm-hmm. En die statushouders en die vluchtelingen, die moesten allemaal onderdak. En daar heeft hij gewoon aan meegewerkt. Dus wellicht, ik zeg niet dat het zo is, maar het zou heel goed kunnen zijn dat hij in feite beloond is. Nou, is het mooi om kritiek te hebben, maar ik begreep, u heeft ook niet in de vertrouwenscommissie gezeten. Nee, dat klopt. Dat is juist, omdat het wat ons betreft was het al een uitgemaakte zaak. Mm-hmm. En wat we nu dus ook zien, dat er is vanuit, het ziet er naar uit, laat ik het zo zeggen. Het ziet er naar uit dat er vanuit de vertrouwenscommissie gelekt is. Mm-hmm. En in ieder geval kunnen ze dat niet aan mijn jasje smeren. Ik zag op uw site van de PVV Gelderland, in de rubriek Nieuws en in de media, de laatste mededelingen van maart, januari 2016. Toen dacht ik, heeft die PVV niet meer behoefte aan publiciteit? Waarom publiceren ze ook op hun site niet? Of is er geen nieuws van de PVV? Dat kan ik me niet voorstellen. Nou ja, zoals iedereen weet is het altijd wel nieuws van ons. Maar we hebben ons hoofdzakelijk gericht op onze debatten. En dat klopt wel. We zijn zeker wel in de media geweest. Alleen we hebben het niet op onze site gepubliceerd. Dat hebben we eigenlijk hebben we het een beetje laten verslonzen. Maar aangezien de media wel onze zaken oppikt, maken we daar niet zoveel zorgen over.
Iets anders is, hoe je het ook bent of keert, de verkiezingen voor provinciale staten en voor de waterschappen zijn verkiezingen die bij de burger niet leven. Er is een heel laag opkomstpercentage. Wat zou de politiek eraan moeten doen om ervoor te zorgen, ik bedoel dan in het algemeen, dat is niet partijpolitiek, maar in het algemeen, dat het belang van de provinciale staten en van de waterschappen wel ingezien wordt door de burger? Nou, ik denk dat we eens een keertje moeten gaan beginnen met naar de burgers te luisteren. Want we zien dus dat er een kloof groeit tussen de burgers en de politiek. En dat komt gewoon omdat de politiek doet gewoon de eigen ding. En de burgers die mogen zich één keer uitspreken. En voor de provinciale staten is dat dan één keer in de vier jaar. En dan trekken ze de stemmen en dan gaan ze allemaal een beetje aardig en interessant lopen doen. Maar als de stemmen binnen zijn, dan vallen ze weer terug in hun oude houding. Ja, en als we bijvoorbeeld, ik vind het altijd wel een mooi van Reagan, die zei toen in de tijd, die had zo'n toespraak van We the People. En die zei, het wordt gewoon tijd dat de mensen tegen de regering gaan zeggen wat ze moeten doen. In plaats van dat de regering gaat zeggen wat de mensen moeten gaan doen. En die had ook die vergelijking met de auto. Van, wij zijn de bestuurders. En de regering is de auto en wij bepalen de route en de snelheid. En je ziet dus dat in feite, als mensen op een bepaalde positie komen te zitten, en dat zie je ook met deze regering, er wordt van alles beloofd. Bijvoorbeeld Rutte die heeft dan beloofd van, we krijgen er allemaal wat bij in de portemonnee. Nou, je ziet dus dat dat niet gebeurt. Mm-hmm. En als we daar nou eens een keertje gewoon mee stoppen en gewoon doen wat de mensen willen, ja, dan wordt het heel anders. Er zijn ook mensen die haken gewoon af, omdat ze zeggen van, maar er wordt toch niet naar ons geluisterd. Dus waarom zou ik nog gaan? Moet ik ze dan nog aan een baantje gaan helpen? Desondanks gaat u de komende 2 weken nog wel campagne voeren? Natuurlijk gaan wij campagne voeren. Uiteraard gaan we campagne voeren. Daarom zit ik hier ook nu met u.